Goedemiddag allemaal. Van harte welkom bij dit webinar, het webinar van District Oost-Nederland. Hier aan tafel de voorzitter van het district, Agnes Gunnewijk, van harte welkom. En Peter Schrijver namens het hoofdbestuur, ook van harte welkom bij dit webinar. We zijn vandaag live. Dat betekent dat u tijdens dit webinar uw vragen kunt stellen. En dat doet u door te klikken op dit icoontje. De vragen die u stelt worden alleen door u gezien en door onze moderators. En zullen ook persoonlijk beantwoord worden. U heeft net kunnen zien, er zijn verkiezingen in dit district. Astrid, die zal daar. Sorry. Agnes zal daar straks op terugkomen. We hebben een programma natuurlijk vanmiddag. We blikken vooruit en we kijken terug. En een van onze gasten vanmiddag is Ronald Ronge, co-communicator. En die laat ons zien hoe wij beter met onze koeien kunnen omgaan. En dat levert veel minder stress op, wat natuurlijk voor zowel de boer als de koe heel erg prettig is. Denk ik zo, Agnes. Agnes, mag ik jou het woord geven voor de opening? Welkom nogmaals, allen op de ledenbijeenkomst van District Oost. Digitaal en onder bijzondere omstandigheden wat betreft corona en ook de koude golf waar we nu in zitten. Hopelijk bent u gezond en hebt u privé niet al te grote impact ondervonden van de corona. Ons werk op de boerderij, maar ook bij CRV, kon grotendeels doorgaan, gelukkig maar. Wij missen de contacten, ook als districtbestuur, en hadden u graag persoonlijk welkom geheten. Het afgelopen jaar hebben we naar tevredenheid kunnen afsluiten met een kleiner, maar toch positief resultaat en een uitgekeerd ledenvoordeel. De jaarcijfers komen straks ook nog summier aan de orde. Elke 5 jaar hebben wij, zo ook dit jaar, de fokdoeldiscussie. In welke vorm dat gaat plaatsvinden is nog de vraag. De fokdoelenquête is 2382 keer ingevuld door leden. Een hele goede respons van meer dan 14% en deze wordt momenteel verwerkt. Ook erg belangrijk is dat deze discussie breed gevoerd wordt voor een gedragen fokbeleid bij CRV. José heeft zojuist het programma toegelicht en ook de inleider van vanmiddag Ronald Ronge aangekondigd. Zijn kijk op koeien leek ons een goede aanzet en een soort aftrap voor de fokdoeldiscussie die later dit jaar plaats zal vinden. We hebben de notulen te behandelen en daarna zal ik u iets vertellen over ons district, District Oost, over het bestuur en een paar feitjes, verkiezingen. De notulen, u heeft deze kunnen inzien via de digitale uitnodiging of op kunnen vragen bij de medewerker verenigingszaken. We hebben hier geen reacties op ontvangen en hiermee zijn ze onder dank aan de samensteller vastgesteld. Nu wil ik u graag iets vertellen over district 5, Oost-Nederland. Allereerst ons districtsbestuur. Agnes Gunnewijk uit Beltrum. John Hilhorst als vicevoorzitter. Uit Laag-Keppel, Bertine Luttekhedde uit Haaksbergen, Jeannette Heilenzich uit Markelo, Gerben Bruil uit Vorden, Gijs Dunk uit Vethuizen, Niek Heijink uit Aalten en Herwin Heimerink uit Enter. Zoals gezegd is dit ook onze verkiezingsbijeenkomst. We hebben 3 mensen die aftreden en herkiesbaar zijn, waaronder Jeannette Heilenzich uit Markelo, Bertine Luttekhedde uit Haaksbergen, John Hilhorst uit Laag-Keppel. Ikzelf ben aftredend en niet herkiesbaar en daarvoor hebben we een hele goede kandidaat gevonden, Gerben Slaghekken uit Hengevelde. Aan het eind van deze bijeenkomst, tot 2:30 konden nog gestemd worden, maar aan het eind van deze bijeenkomst zullen we ook de uitslag van de verkiezingen bekendmaken. Dan gaan we naar district 5, Oost-Nederland. Het aantal leden in ons district is 2211. Een afname van 3,2% zoals u ziet. En dat, dat valt nog mee, want als je kijkt naar het percentage stoppers, dan ligt het nog wat hoger in dit gebied. Het gemiddeld aantal melkkoeien per bedrijf is 91, een toename van 5%. Landelijk ligt het op 104. Kijken we naar het aantal 100 tonners, dan zien we een toename van 8%. 321, een mooie plus. Het aantal 10 tonners is 41, een toename van 46%. Dat is toch wel bijzonder.
De fosfaatreductie zal ongetwijfeld zijn invloed daarop hebben gehad, maar ook minder jongvee, zodat koeien toch nog langer mogen blijven op de bedrijven. En gaan we daarop inzoomen en kijken we naar de stieren die daarbij het meest voorkomen, dan staat Kian aan top. En daarna Stadel, Maskel en Schottel. En dan volgen nog een heleboel andere stieren. Het aantal sterkoeien in ons district zijn 32. Een toename van 68%. En dat is te verklaren omdat de sterkoe terecht meer aandacht krijgt. Het is ook een fantastische prestatie. En als je kijkt van wat er voor nodig is om sterkoe te worden, dan is de gemiddelde lactatiewaarde 105. Minimaal een uier van 85 punten en algemeen voorkomen ook van 85 punten. Voor sterkoe 1 moet ze 9 jaar zijn, sterkoe 2 12 jaar en sterkoe 3 15 jaar. Zeker de moeite waard, mocht u koeien hebben van deze respectabele leeftijd, om deze over te laten keuren. Dan gaan we nog even inzoomen op toch een aantal topprestaties in district Oost-Nederland. Bij Wielens in Haaksbergen is het bedrijf met de hoogste gemiddelde productie. 2913 economisch jaarresultaat en daar hoort bij 12.000 liter met 4,59 vet en 3,85 eiwit. De familie van de Kolk melkvee, VOF in Wierden, hebben de hoogste gemiddelde bedrijfsinspectie gehaald met 86,4 algemeen voorkomen. Bij De Te Bocht in Beltrum staat de oudste koe van ons district. Menkorst Gonda 133. Het is niet misschien de oudste koe, daar heb ik niet helemaal zicht op, maar wel de oudste koe die toch nog meedoet met de melkcontrole. Het is een koe met een levensproductie van 12.361 kilogram vet en eiwit, waarbij hoort 148.000 ruim kilogram melk, 4,75 vet en 3,57 eiwit. Dan komen we bij de sterkoeien. Sterkoe 3. Twee sterkoeien 3 hebben we in ons district. En die wil ik toch even noemen. Van Maatschap Schepenboer Aanstoot in Holten. En Klein Wassink en Alefs in Ruurlo. Bertha 208 en Sonja 46. Allebei sterkoe 3. Rechts onderin ziet u... Sterkoe 3, het zijn allebei Kians. Dat wilde ik nog even vermelden. En als we dan verder kijken naar Maatschap Hofmeijer Woestenenk in Lochem. Die hebben een erelijst met het hoogste economisch jaarresultaat van 4028. En daar hoort bij een productie van 17.752 kilogram melk, 3,76 vet en 3,23 eiwit. Ook een geweldige prestatie van die koe. Tot slot, de Van de Kolk melkvee VOF uit Wierden spant de kroon met de hoogst ingeschreven A-koe van 92 punten. En ze hebben er zelfs twee, Bossink Gerda 64, zie de foto, en Bossink Miranda 107. Ook een knappe prestatie en allemaal van harte gefeliciteerd. Dat was hetgeen wat ik wilde vertellen over ons district. En over ons districtsbestuur. De verkiezingen komen we aan het eind van deze bijeenkomst op terug. En we hebben een nieuwe directie bij CFV. Daar willen we u graag aan voorstellen. En dat gaan we doen door middel van een filmpje. Hallo, iedereen. Excuses. My Nederlands is niet zo goed. So I must continue on in English. It's a great honor to be here today to be part of the leadership team of CFV. And with that, I look forward to connecting with you in some means other than through a video such as we're doing now. Let's hope that's not too far into the distant future. Why do we need to connect? Of course, we need to connect through our products and services, but we also need to connect as people so that we can understand what CRV needs to do to look after you going forward into the future. I very much look forward to doing that, and I pass to you, Aegon, to say a few words. Thank you, Angus, and thank you all allemaal for the kans om ook mezelf vandaag aan jullie te introduceren. Sinds 1 september als financieel directeur werkzaam bij CRV en samen met Angus verantwoordelijk om ook in de komende jaren CRV succesvol te laten zijn. Dat is iets wat we niet met z'n tweeën kunnen doen. We zullen dat in de toekomst ook doen met een groter team, een global leadership team. Maar we hebben ook jullie als leden nodig om te begrijpen wat er nodig is om CRV in de toekomst succesvol te laten zijn.
De veranderingen die op komst zijn binnen de organisatie, daar zullen jullie ook wat van merken. En ik wil graag Engels ook nog vragen om toe te lichten hoe jullie als leden daar ook de resultaten van zullen zien. So Engels, could you please also explain to the members how they can see and experience the change that we're going to make to the organization? Yes, very much so. In terms of what you'll see from CIV as we go forward is, of course, our ambition to strengthen the company. How do we strengthen the company? We make sure that you're getting the products, the services that you need. We make sure that they're sustainable. We make sure that your farming operations continue to have the license to operate. And of course, they're profitable going forward. We need to do that together though. So you'll see more of us working with each other rather than the old for each other. And with that, I leave in mind the thought process around what we must do to take on board all of the opportunities that we have in front of us. We look forward to sharing those with you. We look forward to your involvement in your cooperative, CIV, and we look forward to the next 150 years. Ja, Peter, we hebben zojuist de nieuwe directie gezien. Jij werkt er al een tijdje mee. Ze hebben het over kansen die ze zien, die ze voor zich zien liggen. Kun jij een aantal van die kansen eens benoemen? Ja, als je mondiaal bekijkt, dan zijn de vooruitzichten voor zuivel eigenlijk heel gunstig. En CIV wil daar graag een rol in spelen om te zorgen dat de juiste koe daarbij gemaakt kan worden. Dat klinkt heel technisch, maar wij doen ook heel veel aan techniek in genetica. Daar zijn heel veel kansen, onder andere op het gebied van het seksen van sperma. Dat zien we ook mondiaal sterk toenemen, de vraag daarnaar. En wij zijn onze eigen techniek daarvoor aan het ontwikkelen met Engender. De veestapels moeten ook duurzaam die zuivel produceren. Nou, wij zijn volop aan het inzetten op voerefficiëntie, maar ook methaanuitstoot wordt op dit moment al gemeten. En daar kunnen we komend jaar nog echt forse slagen in gaan maken met elkaar. En wat betekent dat voor de leden? Dat betekent hopelijk voor de leden, en ja, jullie hebben het Engels ook horen zeggen, vooral een rendabele veestapel voor hun bedrijven. Een rendabele, efficiënte, duurzame veestapel. Daar doen we het uiteindelijk voor. Het gaat niet om het primaire belang van CIV, maar het gaat om het belang van de veestapel op het boerenbedrijf. Ja, en dat geldt natuurlijk niet alleen in Nederland-Vlaanderen. Nee, CIV is een mondiale speler. De Nederlands-Vlaamse markt is onze thuismarkt, is onze belangrijkste markt. Maar we zijn ook een zeer belangrijke speler elders in Europa. We hebben met onze Flekvie-fokkerij een goed marktaandeel in Duitsland. Maar ook in andere Europese en Amerikaanse landen. Maar ook in China spelen we op dit moment een meer dan uitstekende rol met onze global export. Ja, nou, dat is goed om te horen. Voordat we gaan kijken naar de jaarcijfers... ben ik ook wel eigenlijk benieuwd, hoe kijk jij zelf terug op afgelopen jaar? Ja, afgelopen jaar was natuurlijk een heel erg bijzonder jaar door corona, maar ook door een heel erg heet zomerseizoen. En nou, nu zitten we weer aan de andere kant van het klimaat in een strenge winter. En ik ben er trots op dat CIV dat eigenlijk heel goed heeft doorstaan. We zijn in staat geweest om de serviceverlening op de boerenbedrijven gewoon prima in stand te houden. Nou, daar ben ik trots op. Als je kijkt naar onze investeringsprogramma's, dan zijn die ook prima aan het draaien. De voerefficiëntieprogramma's die draaien nu overal. Die voeropnamebakken die zijn geplaatst bij bedrijven. En daar worden nu de eerste resultaten van in fokprogramma's verwerkt. Dus dat gaat hartstikke goed. We zien met Engender dat we op koers liggen, technisch. Maar in tijd wel wat vertraging hebben opgelopen. Dat komt onder andere toch wel door corona. De ontwikkeling vindt plaats door een internationaal team. Mensen moeten ook gewoon echt fysiek naar Nieuw-Zeeland toe om daar technische apparaten te produceren. En Nieuw-Zeeland heeft natuurlijk een tijd op dicht gezeten. Ja, ja, dus dat is complex. Dus we merken wel gevolgen van corona, maar gelukkig hebben we de dienstverlening op de boerenbedrijven in stand kunnen houden. Ja, ja. In hoeverre heeft corona de jaarcijfers beïnvloed, denk je? Ja, positief en negatief. Natuurlijk is het voor onze global salesmensen heel erg lastig om nieuwe klanten te werven als dat allemaal digitaal moet. Die missen echt die fysieke contacten. En tegelijkertijd staat er tegenover dat er ook wel forse besparingen zijn geresulteerd. Forse besparingen zijn gemaakt, onder andere door minder reiskosten bijvoorbeeld. Dus daar, per saldo, en als je het vergelijkt met onze budget, en dat zul je dan meteen in de presentatie van Econ nog wel zien, hebben we het niet eens zo slecht gedaan, maar het heeft wel impact gehad en CIV heeft fors moeten schakelen. Ja,
Ja, het heeft ook tot veel nieuwe inzichten geleid. Hè. We zeggen, we hebben veel bezuinigd, we vergaderen veel op afstand. Nou ja, een van de investeringen is natuurlijk wel deze studio geweest, maar die blijft straks natuurlijk ook nog gewoon bestaan. Dus het was wel een beetje revolutionair, denk ik, afgelopen jaar. Nou ja, het wordt de kunst om de goede dingen die we ontdekt hebben tijdens de coronacrisis te behouden. Ja. En hopelijk de wat negatievere kantjes zo snel mogelijk weer te vergeten als we de lockdowns achter ons hebben kunnen laten. Nou, dat klinkt goed, Agnes. Goede dingen behouden. Zeker, daar gaan we voor. Oké, dames en heren. Dan gaat Peter zich nu even bij de moderators begeven. We gaan nu kijken naar de jaarcijfers. Heeft u daar vragen over? Of over andere zaken die u graag aan Peter persoonlijk wil stellen? Dan is dit uw kans. Kruip in de chat, stel vragen, maak opmerkingen. Wij horen graag van u hoe u tegen een aantal zaken aankijkt. Dankjewel. Dan kijken we nu naar de jaarcijfers. Hallo allemaal en bedankt dat ik vandaag bij jullie mag zijn bij jullie digitale ledenbijeenkomst. Vanzelfsprekend was ik veel liever bij jullie geweest op een fysieke locatie in jullie district. Maar helaas laten de huidige coronamaatregelen dat niet toe. Overal kunnen we stellen dat we het jaar goed hebben afgesloten. De omzet is licht hoger dan vorig jaar en blijft ietsje achter 1 miljoen euro bij wat we begroot hadden. Maar het operationeel resultaat is sterk beter dan wat we begroot hadden, bijna 36%. En als we kijken naar het netto resultaat van de holding, dan komt het uit op ongeveer 350.000 euro over het hele boekjaar. Dat is lager dan het jaar daarvoor, wat met name te maken heeft met een tweetal elementen. Enerzijds zijn dat een aantal reorganisaties die we hebben door moeten voeren in de organisatie om de prestaties in de toekomst te kunnen verbeteren. En anderzijds hebben we afgelopen jaar, zoals afgesproken, ook verder geïnvesteerd in een agenda en in de technologie die we daar aan het ontwikkelen zijn. In totaal heeft dat geleid tot een resultaat van 350.000 euro versus een resultaat vorig jaar van ruim 3,7 miljoen euro. Tot slot hebben we wel wederom gekozen voor het uitkeren van een ledenvoordeel. In lijn met de afspraken die er zijn, zal dit jaar ongeveer 346.000 euro aan ledenvoordeel worden uitgekeerd aan alle leden van de coöperatie. Als ik dan ga kijken en wat meer perspectief biedt ook voor de landen om ons heen, naast onze thuismarkt hier in Nederland en Vlaanderen, dan valt op dat we eigenlijk in alle markten het beter hebben gedaan ten opzichte van vorig jaar. Maar we het minder goed hebben gedaan ten opzichte van de ambitie die we hadden met elkaar. We hadden gehoopt overal te groeien. En we hebben net ook gezien dat dat niet geheel gelukt is. Als ik de landen dan even langsloop en begin met de thuismarkt Nederland en Vlaanderen, dan zien we dat het qua omzet achter is gebleven bij de begroting die we gemaakt hadden. Dat zit er met name in het aantal rietjes wat we verkopen. Ondanks dat het wat meer is dan vorig jaar, is het niet zoveel geworden als dat we gedacht hadden. En we zien ook, helaas, dat de afgelopen jaren ons marktaandeel in deze markt is afgenomen. Samen met het managementteam zijn we plannen aan het uitrollen om dat tijd te keren. En om in de komende jaren dat marktaandeel weer verder te laten groeien. We zullen daarvoor ook terugkomen bij jullie als onze leden. Want niet alleen zijn jullie onze leden, maar jullie zijn ook onze afnemers. En we willen graag begrijpen wat we als CFV anders kunnen doen en nog beter kunnen doen om ons verder te versterken in deze markt. Ik wens jullie een hele goede bijeenkomst verder en hoop jullie snel op een van de volgende bijeenkomsten weer face-to-face te kunnen ontmoeten. Ja, Agnes, de directie is voorzichtig optimistisch. Zien wel kansen, dat hoorden we net ook. Jij al in je functie als ledenraadslid wordt natuurlijk ook voortdurend gebriefd hierover. En ja, het is voor jullie ook belangrijk, denk ik, om vinger aan de pols te houden. Ja, absoluut. Tijdens de ledenraadsvergaderingen wordt de directie ook goed bevraagd. Ja. Wij worden goed geïnformeerd. Daar vindt een veelal flinke discussie over plaats. Maar we komen altijd tot een gedragen standpunt. Ja, allemaal voor hetzelfde doel. Absoluut, zeker. Inmiddels is Ronald Ronge aangeschoven. Ronald, jij bent dierenarts, maar vooral gespecialiseerd in het gedrag van koeien. En van harte welkom. Dankjewel. En wij gaan jou het vuur aan de schenen. Althans, dat gaat Agnes doen in een tafelgesprek. Succes. Dankjewel, Jesse. Ja, beste leden en medewerkers, al wie er allemaal zitten kijken. Wij hebben hier Ronald Ronge, zoals gezegd dierenarts, maar vooral ook gespecialiseerd in het gedrag van koeien. En toen dachten wij als districtsbestuur, wij vinden het eigenlijk wel eens interessant om te horen van Ronald in hoeverre koeien met ons gedrag kunnen omgaan. Gedragen wij ons goed voor die koeien? Ronald? Ja, op zichzelf gedragen de veearts zich natuurlijk wel goed richting koeien. Maar je kunt er eigenlijk nog een vraag aan toevoegen. Ja, begrijpen wij het gedrag van onze koeien eigenlijk wel goed? Want eigenlijk is veehouder
en koeien een team moeten zijn. Ik zeg altijd, je moet koeien als je medewerkers zien. En niet enkel als alleen als een productiemiddel. Maar ja, tegenwoordig is het belangrijk dat de medewerkers begrepen worden. En ja, dan presteren ze goed, dan zitten ze beter in hun vel, dan hebben ze een groter rendement. En eigenlijk is het in de koeienstal precies hetzelfde. Als je weet dat de koeien lekker in hun vel zitten, en dan, dit kun je dan letterlijk nemen in dit geval, dan verhoogt het niet alleen het werkplezier, maar ook het rendement en de productiecijfer. Als je kijkt naar de koeien in de stal, dan weten we allemaal dat de koppel niet uit dezelfde koeien bestaat. Sommige koeien zijn heel temperamentvol. Kunnen wij selecteren op temperament? Is dat mogelijk? Ja, eigenlijk doen we dat al iedere dag. Hè. Ik zeg altijd als richting veehouder, je moet die koe behouden die bij je past. Die veestapel opbouwen die bij je past. Ja, temperamentvol is al een heel interessant begrip. Want ja, wat is temperamentvol? Daar kun je een hele boom over opzetten. Vaak wordt dat in één ademteug genoemd met karakter. En eigenlijk temperament en karakter is een manier hoe de koe in dit geval op haar omgevingsfactoren reageert. Sommige koeien zijn heel gelaten, zijn het er heel snel mee eens en kunt er alles mee doen. Andere koeien die verzetten zich als het ware, die zijn het er niet mee eens en die protesteren. Nou, dat wordt dan vaak als temperamentvol gezien of als lastig. En ja, voor de ene veehouder is dat een uitdaging, voor de andere is dat een soort bedreiging. Ja, de laatste zal zeggen van weg ermee. En de eerste zal zeggen, nou goed, die hou ik aan. Vaak zijn dat de doorzetters in de stal, om het zo maar te zeggen. Duurzaamheid, waar wat fokkerijorganisaties toch best wel belangstelling voor hebben. Die ook persistent produceren. Maar ze hebben hun specifieke gebruiksaanwijzingen. Dat is dan weer de uitdaging aan de veehouder. Je ziet ook heel vaak dat als je zulke dieren die op het ene bedrijf niet functioneren, naar een ander bedrijf zou verplaatsen, want je hoeft ze niet altijd te laten slachten, dat ze daar perfect functioneren. Door de eenvoudige reden dat ze daar... Ja, toch anders gemanaged worden als het ware. Daar zit men beter op dezelfde golflengte. Nu hoor ik wel eens dat fokken op karakter eigenlijk bijna niet mogelijk is. Omdat de erfelijkheidsgraad voor de fokwaarde karakter met 0,12 heel laag is. Hoe kun je dan wel selecteren op karakter? Nou inderdaad, de fokwaarde, of het kenmerk op karakter is 0,12 is natuurlijk heel laag. Dat opent wel perspectief, want zolang er een waarde is, en ja, 0,12 is weliswaar een lage fokwaarde, maar biedt toch mogelijkheid om erop te selecteren. Je ziet het eigenlijk het beste aan de stieren. De stieren die het karakter van de stier, om het zo maar te zeggen, of het temperament van de stier, erft zich zwaarder over dan de koe. We hebben er ook diverse proeven en dergelijke. Je ziet het ook in de dagdagelijkse praktijk. Maar de grootste rol is eigenlijk weggelegd voor de veehouder. Iedereen zou verwachten van middels genetica kunnen we een makke koe fokken. Maar zoals ik al aangaf, de veehouder heeft eigenlijk in zaken omgang en opvoeding, om het zo maar te zeggen, een vele grotere invloed op zijn dieren als de invloed van de fokkerij. Maar de fokkerij invloed is aanwezig, het zij in zeer beperkte mate. Fokkerij-invloed is aanwezig. En hoe zie je dan de samenwerking tussen de veehouder en de fokkerijorganisatie in deze? Nou ja, goed, jullie zitten nu momenteel in de fokdoeldiscussie. Dat is natuurlijk een hele zinvolle. Ja. De wisselwerking tussen, of de terugkoppeling, zo moet ik zeggen, tussen de veehouderij en de fokkerijorganisatie is natuurlijk cruciaal daarin. We kennen allemaal als veehouders wel, we kunnen wel een lijstje opsommen van stieren die ons sympathiek gezind waren qua nakomelingen en andere stieren die best wel temperamentvolle nakomelingen of valse koeien, die kreten hoor ik ook wel eens teweeg brengen. Nou, die terugkoppeling is natuurlijk heel belangrijk daarin. Mm-hmm. En ik zeg nogmaals, niet ieder type koe, niet ieder type dier zal bij iedere veehouder passen. En ja, dat is een selectie op bedrijfsniveau. Maar all over is het natuurlijk wel zaak dat er een terugkoppeling is. Dat het ook goed gedocumenteerd en geregistreerd wordt. Welke stieren agressievere of temperamentvollere nakomeling geven. Waarbij ook heel vaak de koppeling gemaakt kan worden dat zulke dieren ook persistent zijn. En goed in productie zullen zijn. Is ook een beetje houderijbedingd natuurlijk. Want de tegenwoordige manier van rundveehouden is natuurlijk een totaal andere als vroeger. En dat zijn allemaal zaken die een rol meespelen. Want fokken is
met het genenpakket van vroeger, want dat vergeten we heel vaak. We willen als fokkerij vooruitkijken. Iedere generatie moet beter zijn. Maar we putten eigenlijk altijd uit de genenpool uit het verleden. Dus dat betekent de voorvaderen, dat genenpakketje wat die hadden, ja, dat wordt iedere keer overgedragen op de nieuwere generatie. En daar kunnen we in selecteren. Dan selecteren we productiekenmerken, maar het gedrag wordt ook overgeërfd. En ja, door de andere manier van houderij tegenwoordig, de groepen worden steeds groter, zie je dat koeien ook steeds weer teruggrijpen naar het oorspronkelijke kuddegedrag. En dat vertaalt zich ook in reacties in de stal. En daar kun je dus ook op selecteren. Dus de genen, het oude karakter van vroeger komt eigenlijk boven? Het kuddegedrag komt weer boven. Als we 50 jaar teruggingen, dan hadden we nog heel veel aangebonden dieren, een aangebonden houderij. Wat is er zelf niks mis mee, alleen ja, die koeien die moesten voor zichzelf opkomen. Dat waren echt individualisten. Links en rechts hadden ze een buurvrouw, of misschien links of rechts, als ze tegen de muur aan stonden. En dat was het. Waterbak in de buurt, voer kwam langs en klaar. Nu tegenwoordig worden de groepen koeien steeds groter. En dat heeft tot gevolg dat ze zich moeten kunnen doorzetten. Ze zullen zich anders moeten gaan gedragen. Ze moeten eigenlijk vechten voor de kost, om het zo maar te zeggen. En vechten is negatief, maar ze moeten opkomen voor een kostje. Dat betekent ze moeten doorzetten. Er is sprake van een rangorde. Er is sprake van een bepaalde positie binnen een groep. Als je daar als veerhouder niet alert op reageert, dan kan dat wel eens fout uitpakken als je die signalen niet goed kunt herkennen. Maar karakter verander je dus niet zomaar, maar wat zou je dan wel kunnen doen als veehouder om volgzame koeien te krijgen? Nou, kijk, karakter kun je met genetica veranderen, maar dat is een lange weg. Een ander punt is, zoals ik al zei met de opening, dat je meer inzicht krijgt. Ja, hoe ziet die koe de wereld? Hoe functioneert de koe? En als je dan op dezelfde golflengte komt, dan kun je daar beter mee omgaan, kun je er beter op acteren. Ik noem een voorbeeld, koeien hebben een heel ander gehoor dan mensen. Koeien nemen de wereld ook heel anders waar dan mensen. Het is natuurlijk heel verleidelijk als wij als mensen zeggen van oké, we hebben een bepaalde beeldvorming, een bepaalde belevingsvorming van onze omgeving. Koeien zullen dat ook wel zo zien. Nou, we missen de tijd daarvoor, maar als ik dat allemaal zou uitleggen hoe een koe de wereld ervaart, dan is dat natuurlijk wel heel anders. Dan kom je er al heel snel achter dat ze een totaal ander waarnemingsvermogen heeft. Volgens mij heb jij een prachtig filmpje meegenomen. Ja, precies. Waarin we kunnen zien hoe de koe de wereld ziet. Ja. Misschien kunnen we het filmpje even bekijken. Kijk, hier gaan we dus door de melkstal. Nou, we lopen eigenlijk rechtuit, want het is een virtual reality bril, om het zo maar te zeggen. En zo ziet een koe dus als ze door de melkstal loopt. Nou, je ziet dus wel, links en rechts is het totaal troebel en wazig. En ze heeft alleen naar voren toe een klaar zicht. Nu gaan we naar buiten via de kalverstal. Links zitten wat kalfjes. En nu zal direct een medewerker de deur openmaken. En dan kijk maar eens wat er gebeurt. Dan laat dat maar eens op je inwerken. Nou, wij lopen nu vrolijk naar buiten. En dit ziet de koe dus. Die heeft een moment dat ze totaal niks ziet. Nou, nu kan ze naar buiten. Nu heeft ze wel enigszins een beetje zicht. Nou, naar buiten moet men ook weer naar binnen. Dat gaan we nu doen. Door dezelfde opening weer naar binnen. En dan zie je hier ook weer dat het tijd kost om het oog scherp te stellen, om het zo maar te zeggen. Kijk, nu zie je langzaam maar zeker die het beeld weer terugkomen. En de vervorming links en rechts, die blijft. Nu lopen we als het ware weer naar voren toe. Hier langs de kalver aan de rechterkant. Maar je ziet dus wel dat de beleving van een rund totaal anders is. Nou, niet onbelangrijk de melkrobot. Maar als hier de wachtruimte en de omgeving van de robot niet in orde is, dan kan dit tot grote strubbelingen en problemen binnen de groep leiden. En dan gaan we dus nu binnen naar de krachtvoerbox. En dan zie je, het is voer wat telt. Nou, je ziet gewoon een donker gat en that's it. Nou, ik ben eigenlijk wel blij met dit filmpje dat dit tot stand gekomen is. Dat is door LBZ in Echem in Duitsland is dit ontwikkeld. We hadden wel inzicht van wat een koeienoog kan waarnemen, maar we hebben het eigenlijk nog nooit zichtbaar kunnen maken. Ja, nu hadden we eindelijk eens de mogelijkheid om dat middels technisch vernuft zichtbaar te maken.
Nou, als we daar wat dieper op inzoomen, links en rechts was het natuurlijk hartstikke troebel. Ja. Dat komt natuurlijk ook door de positie van het oog. Een koe heeft alleen maar scherp zicht naar voren toe. En als de koe stilstaat, heeft ze het meeste scherpe zicht. Nou, ze moet gewoon de tijd hebben om alles te verwerken. Donker-lichtaanpassing, licht-donkeraanpassing, heb je net kunnen zien. Dat is ook de reden dat ik altijd zeg, en het zou een tegeltje spreuk bij iedere melkstal moeten zijn, als je met koeien iets snel wil doen, doe het dan langzaam. En vele veehouders zullen dat herkennen. Als je alleen met vee omgaat, gaat het vaak beter als met z'n tweeën. Dat komt omdat de koeien dan al afgeleid zijn van ja, wat wil de een, wat wil de ander. Als je alleen bent, heb je de focus ervan. En geef ze de tijd om aan te passen. En jullie hebben nu wel gezien waartoe dat leidt. Het kost gewoon, een koe is gewoon veel langzamer in alles dan wij mensen. En als je dat besef al hebt, dan zit je al wat ik dan noem op dezelfde golflengte. Dan begin je elkaar al een beetje beter te begrijpen. Want wij hebben toch nooit tijd. Het gaat allemaal veel te snel, we moeten vooruit. Maar we realiseren ons vaak niet, doordat we niet op de juiste golflengte zitten, dat de koeien eigenlijk niet dat doen wat we van hun verwachten. En dat we daardoor onnodig veel tijd verliezen. Want waar verliest iedere veehouder de meeste tijd mee? Met die dieren die hij niet onder controle heeft. Ik begrijp het. Je moet veel geduld hebben voor je koeien. Maar goed, geduld is één ding. Je zult er ook mee moeten beginnen. Hè. Er zal een aftrap moeten zijn. Je zult moeten oefenen, om het zo maar te zeggen. En wat zouden we kunnen doen om te oefenen met die koeien? Nou ja, ik hoor de veehouders al denken. Oefenen? Waar heeft hij het nou toch in hemelsnaam over? Wat is die toch van plan? Nou, het is allemaal minder dramatisch dan je zou denken. Als je even teruggaat. Hoe leren koeien van elkaar in de natuur? Dan zie je dat de kalveren van de koeien leren. En dat de jonge kalveren van de oudere kalver leren. Het voordeel is dat dat leerproces, des te jonger dat het is, des te beter het gaat en des te beter het ook hangen blijft. Dus het leervermogen van een kalf is gigantisch. Ik durf rustig te zeggen, menig kalf leert sneller dan menige baby. Nou, dat is al positief. Dat moet er toch al in gaan. Alleen, je moet oefenen. Nou, en wat is nou dat oefenen? Je hoeft geen parcours uit te zetten, je hoeft het niet te ingewikkeld te maken. Ik zeg altijd, laat ze gewoon bewegen. En wat bedoel ik ermee? Je hebt de kalver in een groepshok zitten. En trainen, zoals ik het dan noem, maar dat klinkt allemaal heel zwaar, is misschien 10 minuutjes in de week. En drijf die maar eens door de hokje op. Laat die maar eens door de hokje lopen. Dat zullen ze heel graag doen, want dat zien ze ergens een spel. En dan krijg je zelf ook een beetje feeling van druk zetten, echt druk opbouwen en weer een beetje gas terugnemen. En op een gegeven moment als dat goed lukt, dan stel je maar als doel, ik zet die rode aan de linkerkant en die andere 3 zwarte aan de rechterkant. Nou, in het begin gaat dat hartstikke mis, maar dan weet je ook van oké, ik ben te fanatiek geweest. En al vrij snel kom je erachter dat dat lukt. En als je dan heel handig bent en je kunt het heel goed, dan blijft dat kalf onaangebonden, je hebt hem niet vastgeknopt, blijft in de hoek staan en die beweegt niet. Die blijft er 5 minuten staan, niks aan de hand. Dan heb je hem eigenlijk al apart gezet, zonder dat je er energie in hebt gestoken. Nou, wat is de moraal van dat verhaal? Het kalf leert jou gehoorzamen. Het kalf leert, oh, die man of vrouw, die doet niks geks met mij. Als ik hier staan blijf, is het klaar. En jij leert doseren, gedoseerd met vee omgaan, zonder dat je hoeft te roepen en te tieren. Dus eigenlijk naar beide kanten spelen onderwijs. En het mooie aan het hele verhaal is, je begint dat zelf leuk te vinden. Want wat is er nou mooier als dat je zelfstandig een dier apart kunt zetten, zonder tieren en zonder schreeuwen, en het ding blijft ook nog staan. Ook nog. En dan heb je er lol in. En dat vertaal je terug naar die kalveren. En later, ja, de jeugd is de toekomst, later als die kalveren koe zijn, dan blijven ze dat gedrag vertonen. Want als je kalveren goed opleert, het gedrag wat dan ingeprent wordt, blijft het hele leven lang behouden. En welke leeftijd zeg je dan van leren ze het beste? Gelijk vanaf de geboorte? Of zeg je van een week of 3 en dan is een periode waarin ze veel leren? Eigenlijk leren ze al heel vroeg, want ze moeten vanaf de geboorte leren drinken. Dus dat is al het eerste. Als ze dat niet doen, is het snel geregeld. Dus dat inprenting is er al. Maar je hoeft niet in een iglo te kruipen en daar samen rond te dansen. Nee, als je in een groepshok zit. En je zegt, oké jongens, tot speenleeftijd kun je een kalf al heel veel leren. Zijn er ook dingen die je niet moet doen als veehouder, die je juist niet moet doen? En wat
waardoor een kalf bijvoorbeeld verkeerd gedrag zou kunnen aanleren? Ja, goed, daar kan ik er heel veel op noemen. Kijk maar om ons heen, zeg ik altijd. Maar ja, je ziet, het is heel veehouder gerelateerd natuurlijk. Je ziet veehouders die per definitie met een stok de stal in gaan of een stuk buis of schreeuwen. Opdrijven, kluiden maken. Je kent dat wel, die sissende geluiden. Met de armen zwaaien. Dat zijn allemaal dingen die koeien en kalven niet graag hebben. Ook weer even terugkomende op dat oergedrag. Want een koe, een rund, is een vlucht- en een kuddedier. En als je die opjaagt, dan worden die nerveus. En dan komt het kuddeinstinct. Want ik zie in toenemende mate dat mensen, zoals ze dat noemen, aangevallen worden door koeien. Of door varzen of kalven kunnen het ook al. Maar het is eigenlijk volledig natuurlijk gedrag. Je zet ze in een hoek. Je isoleert ze van de groep. En dan komt het overlevingsinstinct. En die zegt van nou, als ik hem overhoop ren, dan heb ik mijn vrijheid weer terug en kan ik weer terug naar de groep. Wij vinden dat onacceptabel gedrag, maar we lokken het zelf uit. Een mooi voorbeeld is de klauwbehandelbox. Heel veel mensen hebben behoorlijk wat problemen om koeien, varzen, dieren in een klauwbehandelbox te krijgen. En dan zie je heel vaak die klauwbehandelbox zo gesitueerd staat dat het dier wat behandeld moet worden, geen zicht meer heeft op de groep. Geïsoleerd wordt van de groep. En dat leidt tot problemen, zegt die koe of die vaas. Dat wil ik niet, ga er zelf maar in staan. Dan worden wij nerveus en dan begint het krachtenspel. Nou, als het om kracht gaat, verliezen wij altijd. Maar door een klauwbehandelbox te draaien, dat er zicht is in de koestal, kan het probleem vaker opgelost zijn. Je kunt een stapje terug gaan. Wat ik altijd doe is, pak een oude klauwbehandelbox of bouw iets met stijgerbuizen voor mijn part. Veehouders zijn vindingrijk. En zet dat alvast in de jongbeestal. Moet je eens kijken, dan lopen ze er vanzelf doorheen. Dat vinden ze prachtig. En ze leren ergens tussen te staan en tussen te lopen. Waardoor dat straks, als het zover is, een stuk gemakkelijker gaat. En dan hoor ik heel vaak van veehouders, ja maar wacht even. Ik kan het wel als kalf trainen of als vaars trainen. Maar als ik dan in die klauwen moet snijden, en vroeger werd er gezegd, een goede klauwbekaper die laat de klauwen bloeien. Nou gelukkig zijn we daarvan weg. Maar het is vaak pijnlijk, anders hoef je daar niet naartoe. Maar weet, als je het als kalf opgeleerd hebt, of als vaars opgeleerd hebt, dat positieve overheerst over dat negatieve. Dus het blijft niet hangen. Als het dan een keer pijnvol is, dan ervaart een rund dat niet als negatief. Nee. Dus daar kun je al heel veel in sturen. Ja. We hebben het nu veel over kalveren, maar vooral het kuddegedrag bij de koeien, dat is iets wat we als veehouder moeten beheersen. Kun je ons nog wat tips geven? Dat je zegt van nou, zo zou je goed met je koeien kunnen omgaan. Dat moet je wel doen, dat moet je niet doen. Ja, nou, het begint eigenlijk al, zoals ik al zei, bij het kalf, dat blijft. Ja. En waarom hamer ik zo op kalveren? Als koeien eenmaal iets fouts aangeleerd hebben en ze weten dat in te zetten, dan is dat bijna niet meer af te leren. Dus het is eigenlijk een investering. Die zegt van oké, jongens, ik vergelijk het altijd, gewoon voor het zinbeeld, vergelijk het altijd met hoornloos fokken. En je kunt zeggen oké, jongens, ik wil naar de hoornloze fokkerij. Dan kun je alle koeien met hoorns de hoorns afzagen. Dan ben je nog niet hoornloos bezig. Dat moet je erin fokken. Nou, en hier moet je het eigenlijk erin trainen, zogezegd, van onderuit opbouwen. Maar wat kan er misgaan in de koeienstal? Ik kom op heel veel bedrijven waar eigenlijk in de koeienstal te weinig plek is. En ik noem dat altijd in zijn algemeenheid een moderne koe. En een wat gedateerdere stal. Denk daarbij aan lichtboxen die eigenlijk te krap of fout afgesteld zijn voor de moderne koe. Lengte dier, hoogte dier. Maar ook denk ook aan looppaden. Koeien hebben een hekel aan rechtse bochten. Je ziet het zelfs aan de slijtage van de klauwen. De klauwen worden veel meer belast bij rechtse bochten. Nou, je kunt een rechtse bocht in de stal niet altijd gaan verbouwen tot een linkse bocht. Maar het is wel zaak om je achterhoofd rekening mee te houden. Als je koeien gaat drijven naar de melkput of naar de wachtruimte of om het even wat. Dan probeer je die zoveel mogelijk linksom te laten gaan. Dan zul je ook zien dat veel sneller gaat. Koeien hebben gewoon een bloedhekel. Het zit ook in hun genen trouwens. Mm-hmm. Om rechtsom te gaan. Als je daar gebruik van maakt, dan gaat dat al een stuk gemakkelijker. Kijk eens naar verlichting. Ik zie tegenwoordig met de energiebesparende maatregelen steeds meer LED-verlichting in stallen opduiken. En dan zie je veel minder armaturen in de stal.
maar realiseer je wel als veehouder, minder lichtpunten in de stal heeft meer schaduwpunten in de stal. En een koe ziet een donkere vlek in de stal als gevaar. Daar zal ze dus niet naartoe gaan. En het kan zelfs in sommige gevallen zo ver ontsporen dat sommige lichtboxen niet meer bezet worden, omdat het daar te donker is in de relatie tot de rest. Kijk, daamslapers. Of bepaalde plekken aan het voerhek gemeden worden. Nou, bepaalde plekken aan het voerhek mijden betekent ook te weinig vreetplekken. Betekent meer stress in de stal, want dominante koeien positioneren zich dusdanig dat de minder in rang zijnde dieren niet kunnen gaan eten. En is er ook nog verschil in rassen, als je dat in dit verhaal meeneemt, in deze context? Ja, natuurlijk zijn er rasverschillen. Ik zal twee extremen noemen. Of je nu een vlekvie-koe hebt of een jersey-koe hebt. Ja, dat zijn, die zien er niet alleen anders uit, maar die hebben ook een ander temperament, een ander karakter. Net was de vraag, hoe selecteert de veehouder eigenlijk op? Nou, één selectiecriteria kan zijn, ik werk met kruisingen. Daardoor krijgt het dier een totaal ander gedrag. Ook daar moeten we ons realiseren. Met kruising moet je ook kunnen werken. Kruisingsdieren hebben ook hun eigen gebruiksaanwijzing. Dus je moet daar wel mee om kunnen gaan. Nu hoor ik vaak veehouders die zeggen van, vooral de witte koeien die zijn lastig in de stal. Klopt dat? Ja, de witte koeien zijn, witte koeien. Ik zeg altijd de koeien die minder pigmentvlekken hebben. Want je kunt roodbonten hebben die nagenoeg wit zijn, maar toch een paar rode vlekjes hebben. En dat geldt ook voor zwaardbonten. Maar we zien vaak inderdaad dat dieren met veel wit, laat ik het zo maar noemen, dat die wat nadrukkelijker aanwezig zijn en wat temperamentvoller zijn. De ene noemt het nerveuzer, de andere noemt het schichtiger. Weer een ander zegt wat brutaler. Plak erop waar je plakken kunt bezien, gedragsverschillen. Nou, wetenschappelijk gezien zijn we daar nog niet precies achter. We hebben wel wat aanwijzingen, maar daar kun je nu nog niet exact van zeggen, in die hoek zit het. Maar we zien daar inderdaad wel verschillen in gedrag. Zie je dat zelf ook in de stal bij jullie? Ja, ik zie daar wel, voor mijn gevoel, de witte kalveren, die zijn wat lastiger. We hebben zelfs ooit eens iemand gehad, die kwam kalver bij ons kopen. Die zei, ik wil alleen zwarte. Die vroeg niet naar afkomst of wat dan ook. Totaal niet. Hij zei alleen, koeien of de kalveren moeten allemaal zwart zijn, dan wil ik ze. En dat verklaarde die met dat ze dan rustiger zijn? Ja, weet ik niet, maar het valt mij wel op. Ja. Ik heb liever een donker kalf dan een wit kalf. Je ziet trouwens wel heel vaak dat, je noemde het de witte, maar in ieder geval de waar het wit overheerst. Ja. Dat het wel de doorzetters zijn en in de stal, ze zijn nadrukkelijk aanwezig. Ja. Maar het zijn wel de koeien die vaak ook lang meegaan. Dus, daar zouden we nog eens een onderzoekje naar kunnen doen. Ja, precies. We hebben natuurlijk voldoende data van onze 10-tonners en 100-tonners. Ja. Zeker in jullie district. Ja. Sorry, ik moet het gaan afronden, want we zitten een beetje aan de tijd. Ik had eigenlijk nog wel één vraag, als dat mag. Kijk, veehouders hebben nu van jou heel veel tips gekregen, maar wat zouden ze nu vandaag al kunnen doen? Zijn er bepaalde gewoontes waarmee veehouders communiceren naar hun koeien, bijvoorbeeld een tik op de kont of op de kop aaien, waarvan jij zegt, daarmee geef je eigenlijk een verkeerd communicatiesignaal af. Ja goed, je maait met gras eigenlijk voor de voeten weg. Oh sorry. Die twee die je noemde, dat zijn eigenlijk al twee cruciale. Ik wil ze beide wel even toelichten. Als wij een koe op de kont tikken, dan doen wij dat met de bedoeling van, schiet eens op. Ja. Het moet vooruit, het moet hier doorgaan. Maar de koe ervaart dat als, ik moet afremmen, ik moet eigenlijk blijven stilstaan. En ja, dat zullen de meesten onder u heel vreemd in de oren klinken, maar je kunt het zelf ook uitproberen. Als je zelf over straat loopt, ik zou het met dit weer even uitstellen, maar er komt iemand achter je en je hebt het niet bemerkt en die tikt je op de schouder. Dan garandeer ik u zult niet doorlopen, u zult stoppen en omkijken. Als je dat voor ogen houdt, dan tik je waarschijnlijk een koe nooit meer op de kont. Maar hoe krijg je hem dan vooruit? Hoe krijg je hem dan vooruit? We zitten met de tijdsbeperking. Ja, sorry. Maar eigenlijk links van de koe kunnen staan en dan achter het schouderblad in een bepaalde hoek, meestal zo rond de 45 graden, maar ik zeg dat is nu even in zijn algemeenheid. En dan zal ze vanzelf vooruit lopen. Nou, doet ze dat niet, dan moet je een beetje druk opbouwen. Dus wat korter bij de koe gaan staan. Dus het is een beetje koeafhankelijk natuurlijk en ervaringsafhankelijk. Maar zo krijg je dus koeien voortbewogen zonder dat je veel energie moet steken. Nou, het tweede voorbeeld, het aaien voor de kop bij kalveren. Hier voor het hoofd van een kalf zit ongeveer een 5.500 zenuwuiteinde.
En door die fijn te aaien stimuleer je die eigenlijk. Die activeer je als het ware. Want die zijn slapend aanwezig. Nou, maar die zitten er niet voor niks. Moeder Natuur heeft het gedaan om de rangorde te bepalen. Ja, en ik geef deze beweging al aan. Als koeien de rangorde bepalen, dan komen ze met de koppen tegen elkaar. Nou, en als je als kalf al begint te aaien, dat dier begint te aaien, dan leer je dat kalf. Ik wil eigenlijk wel met jou de rangorde bepalen. Nou, dat is leuk als dat kalf klein is. Maar als dat beest straks een volwassen koe is, dan wordt het spelletje anders. Dus maar niet meer krabbelen op de kop? Eigenlijk niet. Maar als je kalver dan heel snel, kalver leren heel snel, heb ik gezegd. Dus dat blijft al heel snel hangen. Dus daar moet je eigenlijk best wel voor waken dat je dat niet doet. Nee, dat is grappig. Wij denken, dat vinden ze leuk. Ja. Aan spelen. Dankjewel Ronald. Dankjewel Agnes. Het was een heel boeiend vraaggesprek. Ook weer veel geleerd. Jij blijft ook nog even aanwezig om vragen te beantwoorden. En dan nu, dames en heren, gaan wij dit webinar afsluiten. Peter Schrijver, die zal zich weer hierbij aan tafel voegen. Nou, wat hebben we geleerd van Ronald? Als koeien lekker in hun vel zitten, dan functioneren ze ook beter en minder stress. Zowel voor de veehouder als voor de koeien is natuurlijk ideaal. En zal werkelijk ook wel een wat hogere productie opleveren. Hè? Zodat ze zich wat meer kunnen focussen op wat ze aan het doen zijn. We hebben ook geleerd, genetica is van invloed, maar de veehouder heeft een veel grotere invloed op de koe. En nou, dat filmpje, Agnes, was ook wel heel bijzonder. Hè? Dat je even het beeld krijgt van hoe de koeien het zien. Terwijl wij het natuurlijk veel beter zien en verwachten, die koe ziet hetzelfde als wij. Dus geduld is een schone zaak. Ja, absoluut. Je bent je nu meer bewust van hetgeen. En vooral ook dat je geduld moet hebben met koeien. Ja. Oké. Peter, je bent weer terug. Ik ben benieuwd. Zijn er veel vragen gesteld? Heb je nog een vraag waar je graag op terug wil komen? Het was redelijk rustig op de chat. Oké. Nou ja, dat is misschien ook wat weersafhankelijk. Dat zou kunnen, ja. Ik heb zelf genoten van Ronald's verhaal. En ik heb hem vaak gehoord, ook op een aantal vleesveebijeenkomsten. En ik moet zeggen dat ik er elke keer weer wat van opsteek. En ik ga toch mijn eigen bedrijf ook wel eens wat meer tijd en energie in de kalveren stoppen. Misschien één onderwerp wat wel aandacht heeft bij leden, merk ik. Dat is, mensen lezen veel artikelen over discussies over schaalvergroting in onze branche. In Europa is er een discussie gaande tussen Masterint en Viking en Evolution. Ja. Nou, we zien dat er mondiaal dus van alles gebeurt. Alta is fors opgeschaald, dat is Urus geworden. En mensen vragen ook hoe CFW in die discussie staat. Ik heb het al eens eerder ook op andere ledenbijeenkomsten gezegd. We hebben het straks gehad over innovaties waar we volop mee bezig zijn. Als je kijkt wat de trend is bij innovaties, dan merken we dat we er steeds meer nodig hebben. Dat er ook heel veel kansen liggen, maar dat ze ook steeds kostbaarder worden. Nou ja, als je kijkt naar zo'n heel engender traject, het kost ons erg veel geld. We vinden het een hele verstandige investering, maar het kost wel heel veel geld. En er zitten ook risico's in. Als je naar nieuwe discussies kijkt, bijvoorbeeld gene editing, mag niet op dit moment in Europa. Maar wereldwijd is daar heel veel belangstelling voor. Je ziet ook dat Engeland na de Brexit dit als een van de eerste punten nu oppakt om te kijken of ze daar kansen kunnen verzilveren. Oh ja, omdat ze buiten de EU vallen nu en daardoor meer ruimte krijgen. Ja. Ja. We zien ook in Europa dat die discussie wel met name door een aantal wetenschappers goed gevoed wordt. Dus we zien heel voorzichtig wat kentering ontstaan. Nou, als een dergelijke discussie ertoe zou leiden dat het in Europa zou mogen, nou, dan wil CV daar uiteraard ook graag aan meedoen. Maar ook dat is een innovatie die erg veel investeringen zal vragen. En dat betekent uiteindelijk dat... Maar ook wel erg veel draagvlak vraagt. Hè? Dan kijken we dan ook even naar de ledenraad. Ja, een hele gevoelige discussie. Dit is een hele gevoelige discussie. We hebben een eigen ethische commissie binnen het CV die ook naar dit soort vraagstukken kijkt. Ja. Dus die ethische kant die moeten we echt heel erg zorgvuldig benaderen. Je zeker niet maar zo blind in zo'n ontwikkeling instappen. Maar mijn punt is, als het zich zou aandienen, dan is ook dat een voorbeeld van een innovatie die erg kostbaar zal blijken. En ik ben ervan overtuigd dat we uiteindelijk innovaties nodig blijven hebben. En of het nou gene editing is of een andere innovatie, dat ze steeds kostbaarder zullen worden. Dat betekent ook dat we uiteindelijk gewoon meer rietjes onder ons investeringsprogramma moeten zien te krijgen. Dus CV is heel erg geïnteresseerd
in vormen van schaalvergroting. Ja. We kijken ook heel zorgvuldig naar die discussie die nu tussen die Europese partners plaatsvinden. Wij vinden de randvoorwaarden op dit moment niet gunstig genoeg om daar zelf in te stappen. Jullie hebben daar wel aan tafel gezeten. Ja, we hebben daar contacten mee en die contacten zijn ook goed. En onze nieuwe directie is ook in dit digitale tijdperk heel goed in staat om dat netwerk uitstekend te onderhouden. Dus wij hebben daar veel contact mee. We vinden de randvoorwaarden waarbinnen zij nu opereren op dit moment eigenlijk onvoldoende. Men gaat onvoldoende ver in die discussie naar schaalvergroting. Maar als daar tijd zou veranderen, dan zijn wij buitengewoon alert. En ja. Dat geldt ook voor andere partners mondiaal. Dankjewel, een mooie toevoeging. Ja, Agnes, en dan gaan wij nog naar de verkiezingen. Ja, we zijn benieuwd naar de uitslag van de verkiezingen. Dankjewel, José. Heb je hier de uitslag? De uitslag heb je. Ik weet niet of jij het kan lezen zo, anders komt de foto. Ik weet niet of die ook op het scherm jij komt. Zeker. Ja, ja, we zien hier de mensen die herkozen zijn, of nieuw gekozen, was Gerben. Die zijn nu gekozen door de leden voor het district. En die worden voorgedragen door de ledenraad op 11 maart. Die worden voorgedragen en ze zijn allemaal gekozen. 252 stemmen voor Bertine. 10 tegen, 17 onthouden. Totaal 279 mensen hebben gestemd. Voor Gerben Slaghekker 241 voor, 15 tegen, 23 onthouden. Voor Jeannette Heijlenzich 243 voor, 12 tegen, 24 onthouding. En John Hilhorst 220 voor, 21 tegen, 38 onthouding. Dank jullie wel. Het zijn toch heel veel stemmers deze keer. Meer dan vorig jaar. Dus ik ben daar heel blij mee. Want ook dit, op deze manier stemmen, wordt steeds makkelijker. En mensen gaan er ook steeds beter aan meedoen. En het is toch het tijdperk waarin we zitten. Felicitaties en heel veel succes voor de mensen die herkozen zijn. En ook Gerben Slaghekker als nieuw bestuurslid. Heel veel succes in de eerstvolgende ledenraad, vindt de officiële benoeming plaats en daarna kunnen jullie beginnen. Dank aan onze inleider Ronald Rongen. Nou, ik wil even inbreken als het mag, want jij zit hier voor het laatst als districtsvoorzitter. Ja. Helaas niet in een fysieke vergadering, maar in een webinar. En vanuit het district wilden ze daar toch even aandacht aan schenken. Wil ik je namens ons als leden en als ledenraadsleden heel erg bedanken voor je inzet. Voor onze coöperatie CAV. We hebben samen maar 1 jaar samengewerkt afgelopen jaar en daarbij hebben we voornamelijk gebruik gemaakt van digitale overleggen. Toch heb ik je leren kennen als een punctuele en een hele nette voorzitter. Daarvoor wil ik je in ieder geval bedanken. Je gaat echt met respect om met je leden en met ons als ledenraadsleden. Het officiële afscheid zal plaatsvinden in maart, maar via deze weg wil ik je toch alvast bedanken namens de leden voor al het werk dat je gedaan hebt voor CRV. Veel succes naar de toekomst toe en nogmaals bedankt. Dankjewel. Ja, dat is een verrassing. Nou, we zijn nog niet helemaal klaar. Heel leuk en weet je wat ik ook zo leuk vind? Dit is nu mijn opvolger. We hebben binnen ons districtsbestuur afgesproken dat Niek dit overneemt. En ik heb er alle vertrouwen in. En ik wil hem ook vanaf deze plek heel veel succes alvast toewensen. Maar we zijn nog niet helemaal klaar, Agnes. Okay. Peter die heeft ook nog een klein presentje voor jou. Ja, dat wordt hem nu aangereikt. Zou hier ergens staan. Ja, oh. Dankjewel. Ja, dat wordt ingewikkeld. Hoe gaan jullie dat doen? Nou, we blijven gewoon zitten en nou, dan geven we gewoon meteen om het hoekje heen. Ja. Agnes, hartelijk dank voor de tijd en energie die jij in de CV hebt willen stoppen. Ik ken jou langer en op meerdere plekken als bestuurder. En ik waardeer jou heel erg als bestuurder. Vooral omdat jij de gave hebt om enerzijds heel erg dicht bij de leden te staan. Ook gewoon zo af en toe een heel simpel, maar wel heel erg noodzakelijk signaal. Wat er misgaat op een boerenbedrijf of een kritiekopmerking. Of een positief element wat een lid heeft om dat door te vertalen naar onze CV-organisatie toe. En tegelijkertijd ben je ook die bestuurder die in staat is om die grotere strategische discussies goed te voeren binnen CV.
Je bent binnen de ledenraad iemand die regelmatig naar de microfoon grijpt en waar ook naar geluisterd wordt. En daar heb ik heel erg veel respect voor. Je hebt op die manier veel voor elkaar gekregen, zowel voor een individueel lid als voor de organisatie CV. En daarvoor zijn we je heel erg erkentelijk. En dan ga ik jou heel erg onpersoonlijk om het hoekje van het coronascherm je de bloem aangeven. Nou, degene die de pakketjes komen zou zeggen altijd leg maar neer, dan pak ik hem wel. Dankjewel. Nou, dit is echt een verrassing, mensen. Dit wist ik niet, want ik had al netjes opgeschreven van dank aan de inleider Ronald Rongen, dank aan Peter en aan zijn host José, maar ook Jan Hendricks. Mijn trouwe medewerker verenigingszaken. Jan is niet in beeld, maar die doet heel veel voor ons district. Want ook graag wil ik u als leden en medewerkers van CNV hartelijk danken voor uw aandacht vandaag en ook voor het vertrouwen dat u mij gaf als districtsbestuurder. CNV is een coöperatie waar het boerenbelang echt telt. En dat zegt ze niet alleen, ze handelt daar ook naar. Dus daar wil ik echt een dikke streep onder zetten. Ik heb dit bestuurswerk met heel veel plezier gedaan. En tot slot, als ik mag afsluiten, José, wil ik het met elkaar in plaats van het voor elkaar, wat ook in het filmpje van de directie aan de orde kwam, benadrukken. Samen komen we verder, ook bij CNV. En voor u als leden laat horen wat u belangrijk vindt. Bij de FOC-doeldiscussie, maar ook bij uw VSA en uw districtsbestuur. En nogmaals, dank voor het kijken. Hopelijk bezorgt de FORS u niet te veel extra werk en heel graag tot ziens. Dank jullie wel. Dank je wel, Agnes. Ja, dames en heren, dit is het einde van het webinar met een spontane afloop. Ik wens u nog een hele prettige dag en graag tot de volgende keer.